Ex-neuroloog Janssen Steur moet 6 jaar de gevangenis in als het aan het OM ligt. Met deze eis zit de grootste medische strafzaak uit de geschiedenis van Nederland er bijna op. Rob Vorkink, collega, volgt het proces al een lange tijd. Rob, waarom deze eis van 6 jaar? Nou, volgens justitie zijn alle feiten die naar voren zijn gebracht. En dan gaat het dus om 9 patiënten waarbij een foutieve diagnose is gesteld. En die zwaar zouden zijn mishandeld. En die door de medicatie zoveel bijwerking hebben gehad dat ze schade hebben geleden. En dat zou de neurologen met opzet hebben gedaan volgens justitie. Waarom? Omdat hij namelijk wel degelijk wist dat ze de diagnose, dat hij toch twijfels had aan de diagnose. En dat hij daarom ook die medicatie, waarvan hij wist wat de bijwerkingen zouden doen, dat hij die toch desondanks voorschreef. En die opzet is dus heel belangrijk voor de strafmaat. Voorwaardelijke opzet heet het dan. En dat betekent dat er zo'n forse strafeis is gekomen van 6 jaar. Ja, want het is inderdaad een stevige eis, dat zeg je zelf al. Hoe hebben de slachtoffers gereageerd? Nou, de slachtoffers hebben opgelucht gereageerd terwijl hier nu achter ons een brandweerauto voorbij komt. Ik sta hier naast Farah El Haddad. Dat is de dochter van een van de slachtoffers, Tahib. Mevrouw Haddad, wat vindt u van de strafeis? Geweldig. Geweldig? Ja. Waarom? Omdat ik had verwacht dat het veel lager uit zou pakken. Ik bedoel, het is nog niet het vonnis, maar dit geeft mij al een beetje hoop. Ja, en er komt nog iets bijzonders bij, namelijk ze willen ook dat die half december, als hij weer hier moet verschijnen, direct gevangen wordt gezet. Graag, voordat hij zelfmoord pleegt of iets anders doet om er tussenuit te knijpen. Dus ik vind het helemaal goed. Denkt u echt dat het zover zou kunnen komen dan? Dat denk ik wel, ja. Ja. Heel veel sterkte. Dankjewel. Oké, dat was dus een van de patiënten, zeg maar. Althans, de dochter van de patiënt van de familie El Haddad. Die dus blij is met het vonnis. En zo heb ik zojuist ook andere slachtoffers gesproken die opgelucht naar huis zijn gegaan. Rob, nou heb je ook de officier van justitie even gesproken. Je zei net zelf al, moet hij direct de cel in? Nou, dat hoeft niet. Het is namelijk zo, het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar aanstaande maandag mag de advocaat nog zijn verhaal doen, zijn pleidooi. Nou, dan zal hij natuurlijk proberen om zijn cliënt te ontlasten, dat hij dus niet zoveel straf moet krijgen. En daarnaast wordt er op 17 december is er nog weer een zitting. En daar, als dat afgelopen is, is het proces zeg maar formeel afgelopen. En dan zegt justitie, als dat afgelopen is, dan willen wij dat hij de cel ingaat. En ik sprak daar zojuist over met perswoordvoerder Cora de Jong. De officier heeft zojuist aan de rechtbank gevraagd om een bevel gevangenneming, zoals we dat noemen. Dat doen we bij verdachten die op vrije voeten zijn op het moment dat de zaak wordt behandeld en de eis wordt geformuleerd. En waarbij wij van oordeel zijn als OM dat het nodig is dat de verdachte nog voor de uitspraak opnieuw of in dit geval voor de eerste keer echt komt vast te zitten. Waarom moet die vastgezet worden dan? Is er sprake van herhalingsgevaar? Ik noem maar wat. De officier heeft uitgelegd op zitting waarom wij dat bevel vragen. En dat heeft er inderdaad mee te maken dat wij vrezen voor het feit dat de verdachte het land zal ontvluchten. Goed Rob, dit is duidelijk zover. Er is nog veel meer te bespreken, maar daarvoor kom je straks even bij ons in de studio. Rob Vorkink. Absoluut Inga. Dankjewel.